Anastasia doet in deze 21 minuten lange video haar volledige make-up. Huidverzorging, wenkbrauwen, foundation, concealer, al die dingen die ik heb geleerd terwijl ik haar film voor haar TikTok kanaal. Maar we gaan natuurlijk niet een 21 minuten lange TikTok video maken. Dus hoe selecteer je nou één klein onderdeel van, in dit geval Anastasia, die haar make-up aan het aanbrengen is, waar je een aparte, korte TikTok video kan maken? Allereerst doe ik met mijn linkerduim in dit geval even kijken wat voor beelden zijn er allemaal. Ze is veel aan het vertellen, ze is make-up op aan het doen, huidverzorging weet ik toevallig, foundation, blush, ik leer ook ondertussen al die woorden. Dus ik kijk een beetje wat voor beelden zijn er. Dat is echt stap 1, voordat je gaat beginnen met vissen. Dus we zitten bijna op de helft, bij minuut 10. En zo weet ik dus ongeveer, oké, dit zit er een beetje allemaal in. Nou, wat is het belangrijkste als je een TikTok-stuk wil gaan selecteren? Iets wat je kan inzetten als post. Dat het een pakkend begin heeft. Deze tip heb je vaker gehoord, maar hoe selecteer je nou wat een pakkend begin is als je een 21 minuten lange video hebt? Dus ik weet, ze gaat hier haar wenkbrauwen doen. En ik weet, een dame wil echt wel weten, dus ook een beetje kennis nodig van mensen die anders leven en denken dan jij. Die willen weten hoe ze die wenkbrauwen doen. Hier waren de wimpers. We hebben het stuk gevonden met de wenkbrauwen. Even luisteren. Dit is van Benefit. En dan kan je net een beetje bijtekenen waar je... Hier zie je bijvoorbeeld het verschil tussen de twee wenkbrauwen. Rechts is wat voller, links is iets minder vol. Dus dit kan een goede begin zijn qua omslag. Nou, we hebben op minuut 13:31 eindelijk gevonden wat Anastasia gebruikt als een brow set om haar wenkbrauw te doen. Ik gebruik deze brow setter van Benefit. Dit vind ik echt de beste. Mijn haartjes blijven hierdoor heel de dag mooi staan. Dus dit kan een begin zijn en dan eigenlijk een beetje het proces laten zien en snel knippen en plakken van hoe ze dat doet. En dan een beetje daarover vertellen wat nog nodig is. Luister, dit is een video. Hier kan je een minuut videootje van maken als je snel de dingen eruit knipt en plakt en dan de eindboodschap van. Dus het is een heel lang proces, maar dan weet je in ieder geval vanaf waar je kan knippen. Zo zie je, deze video ging puur en alleen om, als je dan een hele lange video hebt, hoe kan je dan een iets korte fragmenten uithalen? Focus dan op wat wordt de boodschap, dus wat gaat Anastasia, wat gaat ze dan laten zien in dit geval? En dat is hoe ze haar wenkbrauwen, dus allereerst inkleurt, dan ook weer extra make-up eronder gebruikt om ze te accentueren, zo verwoord ik het even. En dan wat ze aan producten gebruikt, dat laat je dan ook zien en daar knip en plak je tussen. Dus dit is één voorbeeld van hoe je in ieder geval een boodschap kan vinden uit een hele lange video en de rest dan kan weghalen. In de volgende video kan het zo zijn dat ik laat zien hoe bewerk je dan zo'n video die je selecteert uit een wat langere video. Dankjewel.